Zo, nogmaals, goedemiddag. Ondertussen blijven er steeds nog mensen bijkomen, maar we gaan er stilletjes aan beginnen. Dus vandaag gaan we het hebben over de Experience Builder en ook het ouder broertje, of zoals je zegt, maar Webapp Builder. En eens zien hoe we best kunnen migreren van Webapp Builder naar Experience Builder. Een korte inhoud of agenda van vandaag. Dus eerst een korte inleiding. Dan gaan we het kort eventjes hebben over de ArcGIS Webapp Builder. Dan de nieuwe ArcGIS Experience Builder. Dan de belangrijkste vragen waarom en hoe moeten we migreren. Dan gaan we de demo tonen en dan nog enkele belangrijke links meegeven en de Q&A doen. Eerst een korte inleiding. Zoals in iedere webinar geven we eerst het ArcGIS platform schema weer. Dus waar situeren de app builders, dus Webapp Builder en Experience Builder zich? Dat heb je net gezien aan de icoontjes die ronddraaien. Dus dat zijn eigenlijk de applicaties die we vanuit ArcGIS Online of Enterprise kunnen openen en aanmaken. Dus eigenlijk integreert in heel het platform waar je onder andere ook desktop software zoals ArcGIS Pro hebt en veel meer. Eerst een kort woordje uitleg over de Webapp Builder, de pensionerende Webapp Builder. Ze heeft vele jaren dienst gedaan als betrouwbare app waar je met talloze widgets aan de slag kon om net dat tikkeltje meer uit je webmap te halen. De app was zeer configureerbaar en gemakkelijk te ontplooien volgens bepaalde thema's, maar je zult zien dat de vervanger niet moet onderdoen. Webapp Builder is gebaseerd op JavaScript 3 RJS API, wat pensioneert in juli volgend jaar, vandaar dat Webapp Builder dus zal volgen. Dan gaan we eigenlijk direct overgaan naar de Experience Builder. Dat is dus de hippe vervanger van Webapp Builder, gebaseerd op JavaScript 4. Alweer heel gebruiksvriendelijk en configureerbaar, maar het heeft net dat tikkeltje meer. Je kunt bijvoorbeeld meerdere pagina's binnen één app ontwikkelen en ook 2D en 3D data gemixt gebruiken. Er zijn terug de vertrouwde en nieuwe widgets en Experience Builder is ook configureerbaar per type toestel voor een optimale weergave. Daarnaast is ze ook geïntegreerd met andere apps zoals Survey123 bijvoorbeeld. Hier zie je nog eens de formele definitie van Experience Builder, die je gerust achteraf nog eens op het gemak kunt lezen. Belangrijk om te onthouden is dat je een Creator of GIS Professional User Type dient te hebben om de app te ontwikkelen. Dus eigenlijk gewoon publishing rights hebben om je data te publiceren en mee aan de slag te gaan in ArcGIS Online of Enterprise. Verder vergt het dus geen extra licenties. Het is inclusief in je ArcGIS Online of Enterprise account. Experience Builder vergt geen codeerskills, maar je hebt ook de Developer Edition waar je als developer helemaal los kunt gaan. Om een beter idee te geven wat Experience Builder allemaal in petto heeft, tonen we eerst twee voorbeelden. De eerste hier is een app met verschillende pagina's die de explosies in Beirut toont van 4 augustus 2020. Je ziet een gemengde inhoud zoals de webmap met beschadigde gebouwen, een 3D-webscene hier en verschillende media die ik persoonlijk zelf nog nooit gezien had. Dus een zeer interactieve en gevarieerde Experience Builder. Dan het tweede voorbeeld is weer een multipagina Experience Builder rond het klimaat in Europa. Deze weergave is niet statisch, maar je kunt erin scrollen, zoals in een story map. Het bevat verschillende milieuaspecten, telkens mapgecentreerd, maar op een unieke manier gevisualiseerd. Deze voorbeelden kunt u ook achteraan nog eens opvragen via de links. Als u nog meer voorbeelden wil zien ter inspiratie bijvoorbeeld, kun je altijd terecht in de Experience Builder Gallery, ook een link die we zullen meegeven of QR-code die je hier kunt scannen of later in de recording kunt scannen. Hoe gaan we nu zelf aan de slag? In je eigen Experience Builder galerij kun je je experiences bekijken of editeren, templates bekijken of een nieuwe experience creëren. De galerij laat toe om je experiences te bekijken, dus als letter A dat je hier ziet staan, een experience te zoeken aan de hand van sleutelwoorden met B, filter op basis van ownership en sharing, een groep selecteren, sorteren methodes en toggelen tussen card en list view. Klik op een experience om ze te editeren of je kunt ze van hieruit ook delen of launchen bijvoorbeeld, zoals je in de pop-up printscreen ziet. Over het algemeen zijn er vijf grote stappen in de workflow.
Ten eerste kies je eerst de gepaste template. Je kunt ook kiezen uit de klassieke webapp builder templates, zoals we in de demo zullen doen. Daarna voeg je de data en widgets toe voor extra functionaliteiten. Dan ontwerp je de layout verder zoals gewenst. En dan optimaliseer je voor elk type toestel of schermgrootte. En tenslotte deel je met de eindgebruikers. De builder interface van Experience Builder ziet er als volgt uit. Dus vanuit de sidebar kun je de widgets, pagina's, data en themapanel openen. Dus dat is letter A aan de linkerkant. Dan letter B, dus de lift panel noemen we dat, geeft je pagina's en alle elementen of widgets weer. Dan bij C heb je de builder toolbar, heeft tools zoals de lock layout, preview, save, undo, redo, ook altijd heel handig, publish en meer bovenaan. Dan bij letter D, dus eigenlijk je main window, dat noemen we dan het canvas, waar je de app zelf dus opbouwt. En dan rechts bij letter E het configuration panel tenslotte, die je alle settings geeft per widget of per pagina. Een experience kan dus bestaan uit één of meerdere pagina's, zoals ik al eens aangehaald heb. Dan, waarom en hoe migreren? De belangrijke vraag. Waarom zou je nu migreren van WebApp Builder naar Experience Builder? Zoals we in de demo zullen zien, focust WebApp Builder zich op een webgeoptimaliseerd design, terwijl je bij Experience Builder ook kunt focussen op het mobiele ontwerp. Daarnaast zijn de verschillende pagina's en de mix van 2D en 3 inhoud in Experience Builder een grote meerwaarde. Voorlopig geeft WebApp Builder nog meer widgets dan Experience Builder, maar de oefening wordt nog steeds gemaakt voor Experience Builder en er zijn ook nieuwe widgets. Experience Builder is ook integreerbaar met andere apps en het is een goed idee om die samen te gebruiken met de nieuwe MapViewer, terwijl WebApp Builder best gebruikt wordt met de klassieke MapViewer. De belangrijkste reden blijft natuurlijk dat WebApp Builder gewoonweg uit het assortiment verdwijnt en niet langer ondersteund zal worden. Voor ArcGIS Online is dit eind 2025, voor de Developer Edition volgende zomer samen met JavaScript dus, en voor Enterprise begin 2025. Belangrijk, alle bestaande apps zullen blijven werken, maar je kunt geen nieuwe apps meer maken of oude editeren. Er is wel het risico dat er problemen zullen opduiken wanneer je browser update bijvoorbeeld, en er zullen trouwens ook enkele kritische bugfixes zijn voor de Enterprise versie. Als er trouwens vragen opduiken gedurende de webinar, stel die gerust in de chat, we gaan die achterna antwoorden, dat had ik nog niet gezegd. Hoe migreren dan? Dat is ook een hamvraag. Dus in tegenstelling wat sommigen misschien denken, er is geen magic button, zoals je wel hebt bij de ArcMap naar ArcGIS Pro migratie bijvoorbeeld. Daar kun je gewoon een MXD inladen in ArcGIS Pro en heb je exact hetzelfde project. Hier is dat niet het geval helaas. Wel kun je starten van dezelfde klassieke WebApp Builder templates en je app perfect namaken en verbeteren. In de demo komt het eigenlijk uitgebreid aan bod hoe we dat nu precies gaan doen. Dan gaan we eigenlijk direct overgaan naar de demo. Dus deze duurt ongeveer toch een half uurtje. Is ook reeds opgenomen voor praktische redenen. En dus na de demo gaan we dan afsluiten met enkele nuttige informatie en links nog. Zo. De klassieke WebApp Builders. Dus hier zien we een... Laten we eerst even een kijkje nemen naar de klassieke WebApp Builders. Dus hier zien we een WebApp Builder, 2D WebApp Builder over overstromingen in Antwerpen. Dus we zien eigenlijk drie voornaamste lagen. De gebouwen in het wit, administratieve percelen en overstromingsgevoelige gebieden. Een aantal widgets die hier zijn toegevoegd zijn dus de legende, de layerlist, de bookmarks, de basemap gallery en de optie om extra data te gaan toevoegen. Daarnaast zie je hier nog een aantal widgets zoals de klassieke filter widget waarin we bijvoorbeeld overstromingskans op effectief kunnen filteren. Of daarnaast kunnen we ook de swiper gebruiken om eigenlijk administratieve percelen en gebouwen uit te filteren of swipen, de klassieke print tool, de chart tool en uiteindelijk nog een draw tool waar je eigenlijk gemakkelijk schetsen kunt gaan tekenen. Bijvoorbeeld door een gebied hier te tekenen zie je direct het aantal square kilometers enzovoort. Dan hebben we ook dezelfde webapp in 3D gemaakt. Dus we zien niet veel verschillen, dus enkel dat dit
in 3D wordt afgebeeld. Dus als je gaat inzoomen op de gebouwen, zien we dus een leuk 3D-effect. En we kunnen bijvoorbeeld een extra effectje toevoegen door daglicht bijvoorbeeld te gaan aanpassen. Maar voor de rest niet veel spectaculair ten opzichte van de 2D-app. Laten we dan eens gaan kijken in de nieuwe Experience Builder. Dan zien we dus hetzelfde welkom window dat we ook gecreëerd hebben in de webapp builder. Die ik daar eerst nog niet getoond had, ga ik straks tonen. Voor de rest zien we eigenlijk dat deze dus redelijk hetzelfde eruit ziet als de klassieke webapp builder. We zien dezelfde widgets hier, ook dezelfde widgets hier. De layout daarvan is ook hetzelfde. Let ook op de kleuren die hetzelfde zijn. En voor de rest kunnen we dat dus eigenlijk perfect gaan nabootsen. Dan heb je misschien al deze knoppen hier opgemerkt, Classic en Optimized. Dus dit is eigenlijk mijn klassieke webapp builder nagebootst. Dan hebben we ook een geoptimaliseerde versie gemaakt. Dus we zien eigenlijk die tweede pagina in dezelfde webapp, waar we dus eigenlijk een verbeterde versie van de webapp hebben gemaakt in Experience Builder. En we zien bijvoorbeeld 2D naast 3D, dus het is niet meer nodig. 2D en 3D app te maken. We kunnen deze dus in één en dezelfde app maken. En dan zien we ook dat we die mappen, of map en scene althans, kunnen linken aan elkaar. Dat je dus eigenlijk op hetzelfde punt gaat concentreren of inzoomen. En voor de rest zijn daar ook een aantal leuke extra effectjes aan toegevoegd aan de 3D scene in Experience Builder. Dat we bijvoorbeeld kunnen laten regenen of zelfs sneeuwen. En dan kun je ook wat 3D tools gebruiken, zoals line of sight of bijvoorbeeld de slider op bepaalde gebouwen gaan toepassen. Dus ja, hier kun je dus eigenlijk veel wat leukere dingen en extra dingen mee doen ten opzichte van de webapp builder. Zo. Laten we nu eens een kijkje gaan nemen hoe we dat effectief gedaan hebben. Dus als we naar de edit view gaan van de klassieke webapp builder, dan herken je deze waarschijnlijk voor degenen die al aan de slag zijn gegaan met webapp builder. Dus dit is het welkom window die we dan gemaakt hebben. Dus eerst en vooral bij thema zien we hier dat we het foldable theme gebruikt hebben in een bepaald kleur. Dus dat is al belangrijk om straks eigenlijk te gaan nabootsen. Dus laten we eerst eens kijken naar de edit viewer van Experience Builder. Dat ziet er dus zo uit. Dus hier zien we ons afgewerkt product, onze afgewerkte app met de twee verschillende pagina's. Maar laten we nu eens opnieuw beginnen om te tonen hoe het moet. Dus dan gaan we eigenlijk naar Home gaan. Dus de gallery eigenlijk van Experience Builder, waarin je de templates kunt zien en je eigen experiences. Dus dit is de experience die ik reeds gemaakt heb. Dan ga ik dus eigenlijk een nieuwe gaan maken. En dan zien we hier de templates opduiken waarover we het reeds gehad hebben. Dus je hebt heel veel verschillende templates. Je kunt dus afhankelijk van je topic of centrale focus kun je dus een aantal verschillende templates kiezen. Dus we gaan hier beginnen van de webapp. Builder Classic. En we gaan datzelfde foldable theme creëren. Dus hier noemen we dat foldable, dus die kun je dus ook perfect hier terugvinden. Dus we gaan create doen. En dan zien we dus eerst en vooral al die welkom window opduiken. Dus de welkom window zie je dan hier staan in uw elementen aan de linkerkant. En dan kun je dus eigenlijk hier al beginnen met een aantal zaken te gaan aanpassen. Bijvoorbeeld de tekst ga ik eigenlijk gewoon gaan kopiëren. Dus dan ga ik even naar mijn widget gaan. En hier, dat noemt hier eigenlijk een splash of welkom window. En dan kun je dus eigenlijk gewoon simpelweg je tekst gaan kopiëren. En hier gaan plakken. Centreren. En wat groter maken. Voilà. Dan zijn er hier net wat meer knopjes als in de webapp builder. Dus als we dan eigenlijk naar style gaan, dan kun je hier een custom style gaan kiezen.
En klik je dus op More. En hier beginnen we dus eigenlijk al met het kleur. Dus hoe gaan we nu eigenlijk exact hetzelfde kleur gaan repliceren? Daarvoor ga ik dan eigenlijk gaan naar mijn thema. Dat is het gemakkelijkst. En dan zie je hier het kleur dat we gebruikt hebben. En om nu eigenlijk een beetje te spieken wat welke kleur dit precies is, kun je dus eigenlijk rechtermuisknop Inspect. En dan kunnen we hier eigenlijk gaan zien de red, green, blue. Maar als je hier ook op klikt, kun je eigenlijk ook de hexcode gaan zien. Dus dat is eigenlijk een trucje om eigenlijk perfect dezelfde properties of eigenschappen van dat kleur te gaan kopiëren en hier te gaan plakken. En dan zien we dat dat dus eigenlijk perfect toegepast wordt. En dan kunnen we dat dus ook wat transparant zetten. Zo. Maar in plaats van mijn tekst moeten we dan eigenlijk het window zelf gaan configureren. Dan kunnen we ook bijvoorbeeld ja, de titel wegdoen als je dat niet nodig hebt. Als je dan op image gaat klikken, dan kunnen we hier lokaal of een URL gaan toevoegen. Dus ik had toen ook over stromingen. En kun je dus eigenlijk gelijk wat voor afbeelding gaan kopiëren. En hier bij URL dan gaan plakken. Voilà. En voor de rest kun je dan nog altijd wat meer customizen. Maar voor het gemak gaan we nu verder doen met de rest. Dus ik ga in plaats van window ga ik hier naar mijn page gaan. En dan kunnen we dus eigenlijk beginnen aan de applicatie zelf. Of meer bepaald de webmap en de widgets. Dus hier zien we eigenlijk een lege basemapkaart. Dus je hebt verschillende manieren om nu eigenlijk verder te doen. Eerst en vooral zien we dat deze plus hier niet enabled is. We kunnen geen elementen toevoegen. Dat komt omdat we hier onze layout gelokt hebben. Dus dat is wel belangrijk dat je dit knopje weet zijn. Dus de lock layout wil zeggen van als ik hier nu ergens op klik, ik kan niks doen, ik kan niets verzetten. Dat is eigenlijk een soort van veiligheid. Dus dat je moet afzetten eerst en dan kan ik wel mijn zaken beginnen aanpassen. De live view. Dat zijn ook dat je dus eigenlijk live gaat kijken hoe dat de app er effectief uitziet. Niet meer in edit mode, zeg maar. Dus nu is die plus wel geactiveerd. Dus ofwel ga ik mijn map toevoegen, ofwel kan ik eigenlijk eerst mijn databronnen gaan toevoegen. Dus hier ga ik dus eigenlijk mijn kaart gaan zoeken. Namelijk deze, de Web App Builder 2D. Ofwel de 3D maakt eigenlijk niet veel uit in dit geval. Dan. En als we dus nu een map gaan toevoegen, dan in plaats van er gewoon op te klikken, je zult zien dat doet niet veel. Je moet die eigenlijk slepen naar je applicatie. Zo. En deze dus dan ook groter gaan maken. We zullen hier ons beeld een beetje uitzoomen, dat we de volledige window zien. En dan kunnen we die eigenlijk zo gaan toevoegen. Dus als we nu eens gaan kijken naar het paginaoverzicht, dan zien we hier nu al alle elementjes die we reeds hadden. Nu, we konden eigenlijk ook de kaart die er gewoon was, konden we ook aangepast hebben. Dus op deze manier hebben we te zien hoe het op twee manieren kan. Dan hebben we hier dus de Select Map. En aangezien dat ik mijn data al toegevoegd heb aan de app, kunnen we hier nu gewoon de map gaan selecteren. Voilà, en dan verspringt die naar mijn view. Dus deze gaan we weer eens verwijderen. Voilà, want die lag daarover, dus dan zien we de veranderingen uiteraard niet. We kunnen deze wat meer arrangeren. Zo. En we zien dat de zaken een beetje verschoven zijn, dus dan gaan we dat allemaal weer een beetje gaan verzetten. Zo. Dus nu heb ik mijn map toegevoegd, dat is al een eerste grote stap. De titel moeten we ook nog aanpassen. Overstromingen in Antwerpen. Zo. En dit hadden we Esri Belux genoemd. Dus je moet hier nog heel flexibel zijn.
die elementen in aanpassen. Zo. Daarnaast, wat gaan we dus nog toevoegen? Een aantal widgets. Dus we zien dat er hier een aantal al by default toegevoegd zijn. Dus als we hier eens op gaan klikken, zien we dat dit de widget controller is met twee widgets al, de map layers en de legende. Dat is heel goed. Als we daar nu nog een widget willen aan toevoegen, dan kunnen we daar dat selecteren en hier op het plusje klikken. En wat hadden we bijvoorbeeld nog tekort? De bookmarks hadden we inderdaad nog tekort. Voilà. En wat hadden we nog tekort? Even spieken naar onze vorige applicatie. De Basemap Gallery en de Add Data. Dus de Basemap Gallery. Ik heb er waarschijnlijk hier, dat is alvast de Add Data en Basemap Gallery. Waar zien we deze? Hier helemaal in het begin. En dan kunnen we normaal ook nog, voilà, simpelweg de volgorde eigenlijk gaan aanpassen. En dan zou dat er zelfs moeten uitzien. Enkel nog de legende voorop plaatsen. Voilà. Daarnaast, dus momenteel staan ze eigenlijk al goed. Dus de symbooltjes zijn exact hetzelfde. Laten we dat nu eens doen voor de widgets hieronder de Find Address. Dus daar gaan we eigenlijk opnieuw een widget controller toevoegen. Je kunt ook direct de filter widget bijvoorbeeld gaan toevoegen door die gewoon te slepen. Maar dan zie je eigenlijk dat je gewoon simpelweg een knop gaat toevoegen. Dat is niet wat we willen. We willen eigenlijk dezelfde bar creëren met widgets allemaal mooi naast elkaar. Dus dat noemt zo'n widget controller. Dus dan gaan we deze eerst gaan toevoegen. Zo. En dan zie je dus een aantal widgets hier. En kun je hier dus op het plusje klikken. En bijvoorbeeld dan ook gaan beginnen typen filter. Zo. En die filter, wat gaan we nog doen? De swipe. Wat gaan we nog doen? De chart. En zo verder en zo voort. Dus dan gaan we er al drie. Maar wat ik daar juist bedoelde, dat we de widgets hier eigenlijk in dezelfde symbologie min of meer hebben als in de klassieke webapp-builder, zijn dit nu cirkeltjes. Dus wat dat we eigenlijk kunnen doen, heel simpel, is hier in de properties van uw widgets gaan de vierkantjes selecteren. En dan kun je nog naar advanced gaan en kun je de kleur ook gaan selecteren hier. Dus door op more te klikken, kun je diezelfde hexcode als daar juist gaan plakken. Voilà. En dan heeft dit ook dezelfde kleur. Dat moeten we trouwens ook nog doen voor uw top fixed panel. Dus dan gaan we ook hier naar de properties. Ondertussen zou hij mijn kleur moeten opgeslaan hebben. Zo. Een beetje mooier zetten. Hetzelfde voor de widgets hier. Kun je ook naar Advanced gaan en ook een kleurtje hier gaan aanpassen. En kun je trouwens ook zeggen, als ik deze widget selecteer, moet dat dezelfde kleur hebben. Of als ik erover hover, moet dat ook hetzelfde kleur hebben. Voilà. Dus nog eens vergelijken met de vorige app. Dat ziet er allemaal redelijk hetzelfde uit. Ook uw image kunnen perfect gaan kiezen. Dus hiervoor gaan we eerst naar deze directory gaan. Upload. Voilà, ik sta er al op. Dus dan gaan we deze gaan selecteren. Zo, en dan kunnen we die wat groter maken. Dus allemaal heel flexibel en aanpasbaar. Misschien wel een beetje heel groot nu. Zoiets. Voilà. Oké. Wat nog? Dus nu heb ik al het meeste van mijn widgets aangepast. Ook de tabel hier. Dus hier zien we eigenlijk de attributentabel van de verschillende lagen. Dat kunnen we ook hier doen. Dus we zien eigenlijk dat deze by default hier ook al staat. Dus dan kunnen we gaan kijken naar mijn table hier. En dan moeten we een nieuw sheet gaan toevoegen. Select data van mijn webmap.
Dus we gaan bijvoorbeeld administratieve percelen gaan toevoegen. Dan kun je ook kiezen om een aantal fields invisible te zetten bijvoorbeeld, of niet. En dan gaan we nog één gaan toevoegen, namelijk de overstromingsgevoelige gebieden. Voilà, en dan kun je kiezen om deze zo weer te geven met een drop-down of naast elkaar. Zo, dus dat is bij deze ook geconfigureerd. Dan gaan we eens kijken. Dit mag eigenlijk een beetje kleiner gemaakt worden. Voilà, alles mooi uitlijnen. We gaan alle keer gaan opslaan, uiteraard. We gaan dat ook eens een naam geven. Overstromingen in Antwerpen. Demo, voilà. Goed, dan ga ik hier kijken naar de live view. Voilà, dan kunnen we eigenlijk mooi alle knopjes gebruiken. Dat doet mij eraan denken, de layerlist die staat nu zo weergeven. Als je die echter wil weergeven, bijvoorbeeld toggle layer visibility, dat staat niet standaard aan. En dan kun je ook tickboxes in plaats van ja, een oogje gebruiken. Kun je ook zeggen via de puntjes hiervan, laat toe om te zoomen, laat transparency toe, show legends bijvoorbeeld. Dus het zijn allemaal zaken die je nog kunt instellen. Bij de bookmarks kun je zeggen, ik wil dat die er zo uitzien, zo, zo, start. En dan van mijn huidige map bijvoorbeeld. Zo, en dan kun je ook ja, add bookmarks zelf eigenlijk gaan toevoegen. Zoiets bijvoorbeeld. En dan kun je die een naam geven. Focus 2 bijvoorbeeld. Goed, dan saved. En dan doe je dit weer weg. Zo. En daarnaast kun je ook zeggen display bookmarks from my webmap. En dan gaat hij dus eigenlijk de standaard bookmarks van de webmap ook toevoegen als je die gedaan hebt. Basemap gallery kun je ook wat zaken instellen. Dus ja, dat zijn eigenlijk allemaal redelijk dezelfde instellingen als voor de webappbuilder. Nu, iets belangrijk, als we dus een tweede pagina willen, dan hoe gaan we dat gaan aanpakken? Dus hier in de page zien we hier eigenlijk add link or folder of more, hier add page, wel even knop kwijt. Dus dan kun je ook volgens een aantal thema's gaan kiezen. Dus we gaan opnieuw die foldable kiezen. En page 2 gaan we optimized noemen. Dus hier kunnen we ook deze pagina gaan hernoemen naar classic. Voilà. En we zien hier eigenlijk het huisje staan bij de classic. Dat wil zeggen dat dit de default pagina zal zijn. Als ik hier nu op het huisje klik, dan wordt mijn optimized pagina de default. Dus dat wil zeggen als we de app gaan openen, gaat deze pagina als eerste te zien zijn en niet deze. Maar we gaan dat dus op die classic laten staan. Wat dat we nu bijvoorbeeld kunnen gaan doen, is eigenlijk die classic gaan dupliceren. Want als we gaan kijken naar Optimized, ja, dan mogen we eigenlijk weer opnieuw van nul beginnen. Dus wat dat eigenlijk een betere methode zou zijn om die classic te gaan dupliceren. Dus we gaan dat doen en we gaan deze weer verwijderen. En deze dan hernoemen naar Optimized. Voilà. Dus nu als ik verspring tussen de pagina's, ziet hij er exact hetzelfde uit. Maar vergis u niet, het zijn twee verschillende pagina's. Dus eerst en vooral ja, gaan we die dus eigenlijk een beetje gaan aanpassen. Zoals dat ik het in het voorbeeld getoond had. Dus 2D. En dan kunnen we bijvoorbeeld ook nog de 3D-kaart gaan toevoegen. Moeten we die eerst terugvinden bij webscenes uiteraard. My group. Voilà. En dit is de 3D. Zo.
En dus nu gaan we eigenlijk hier de kaart gaan toevoegen. Zoep. Voilà, select map. En nu onze 3D. Voilà. Zo. We kunnen daar eventueel qua plaatsen slaan om duidelijk te maken dat dit twee aparte kaarten zijn. Zo. En dan kunnen we bijvoorbeeld ook een legende gaan toevoegen en zo verder. Dus bijvoorbeeld Legends. Zo. Moeten we onze map selecteren. Bijvoorbeeld van de 2D kaart. Zo. En dan zien we ook deze legende. Zo. Dus als ik nu weer eens ga kijken naar mijn voorbeeld, dan ziet het er al allemaal redelijk gelijkaardig uit, met het verschil dat 2D en 3D omgekeerd zijn. Het belangrijke die nog ontbreekt, dat zijn deze twee knoppen, Classic en Optimized. Dat is namelijk de manier om eigenlijk te switchen of veranderen tussen uw twee pagina's. Dus ik ga teruggaan. Hoe gaan we dat nu precies gaan toevoegen? Dus ik ga weer eens naar mijn Classic pagina gaan. En hier ga ik voor een button gaan toevoegen. Dus dit moet ik even wegdoen. Dus je kunt die gaan zoeken of je kunt die ook gewoon gaan typen. Button. Zo. Dus dat is eigenlijk een button waar een actie kan aan gekoppeld worden. Dan kunnen die ook direct een blauw kleurtje geven. En dan kunnen wij eigenlijk daar een actie gaan aan toevoegen. Dus connect to data. Text advanced. Zo, uw style kunt u hier ook gaan aanpassen. Hup. En dan gaan we dus hier eigenlijk de set link gaan instellen. Dus je kunt kiezen een pagina, view, window, URL, printbrieven. Dus in dit geval gaan we de pagina gaan doen. Kunnen we zeggen open in dezelfde window of in een nieuwe window. Maar dus in dit geval willen we gewoon switchen tussen de pagina's. Dus gaan we dat doen op dezelfde window. En kun je hier kiezen van deze button gaat dus de classic pagina openen. Klikken we op OK. En dus gaan we dit dan Classic gaan noemen. En dan kunnen we hier eens een icoontje kiezen. Het huisje bijvoorbeeld van de home. Refereren daarnaar. Zo, en dan kun je daar hetzelfde kleurtje naar geven dat we ondertussen al gewend zijn. En kun je nog een heleboel aantal properties aan toekennen. Dus voilà, dat is onze eerste knop. Het gemakkelijkste is nu dat we deze eigenlijk gewoon gaan dupliceren. Voilà, en er mooi naast zetten. En dus deze gaan we niet linken aan de Classic, maar aan de Optimized. Oké, okay. En dan noemen we deze ook Optimized. Zo, en dat gaan we bijvoorbeeld met een sterretje aanduiden. Zo. En die moeten we dan wat groter maken. Zo, als ik nu eens ga kijken naar mijn Live View en ik klik op Optimized, zo verspringt die terug naar mijn andere. Maar je ziet nu natuurlijk het probleem dat ik diezelfde knoppen niet heb op mijn optimized page. Dus eigenlijk was ik nog iets te vroeg daarnet met mijn pagina te dupliceren. Daar had ik die knopjes ineens mee gedupliceerd en dan kon ik gemakkelijk switchen. Dus eigenlijk moet je dus nu op de optimized view dus ook die knoppen gaan toevoegen. En dan kun je dus heel gemakkelijk gaan switchen tussen de Classic en de Optimized. Maar dat is eigenlijk de klassieke manier om te switchen tussen uw pagina's. Goed, en dan gaan we weer eens opslaan. We zien trouwens dat deze nog altijd in draft mode blijft. Als we uiteindelijk de applicatie willen gaan publiceren, dan gaan we hier op publish klikken. En dus dan kunnen we deze nu officieel gaan beginnen delen met onze collega's. Kunnen hier change sharing settings. Dan ga je direct eigenlijk naar de items, details, pagina. En dan kun je hier share bijvoorbeeld organization of everyone. En dat direct hier gaan aanpassen. Of kunnen we ook de gepubliceerde item link gaan kopiëren en zo verder.
Dus deze is nu gepublished en dan kunnen we hier eigenlijk eens op preview gaan klikken en dan zien we ook hoe de pagina er momenteel zou uitzien. Zo, classic, optimized, zo kunnen we hier eigenlijk gemakkelijk gaan switchen. Dan nog één iets belangrijk die ik graag meegeef. Dus we hebben erover gepraat dat de experience builder, dat je die kunt optimaliseren voor verschillende toestellen. Dus als we eens gaan kijken naar de web app builder, dan kun je hier ook in previews gaan kiezen van oké, ik wil deze weergeven op een tablet of of op een iPhone bijvoorbeeld. En dan zien we eigenlijk hoe dat die er by default uit zou zien op een telefoon. Maar je moet het wel stellen met de situatie hoe dat ze is. Je kunt die niet echt gaan aanpassen. Wat dat we wel kunnen doen in de Experience Builder. Dus als we eens gaan kijken naar hier tablet of mobiel toestel, dus telefoon bijvoorbeeld, dan zien we hier hoe dat het er momenteel zou gaan uitzien. Dus niet zo goed, eerlijk gezegd. Dus alle knopjes liggen een beetje op elkaar. Dus we kunnen dat eigenlijk gaan aanpassen. Dus op custom gaan plaatsen. En dan eigenlijk beginnen manueel aanpassen. Iets dat je zeker moet onthouden daarbij is, ga niet gewoon dingen gaan verplaatsen, kleiner maken en zo verder. Want dan gebeurt dat ook in je default desktop versie. Dus wat dat je hiervoor moet doen, is zaken zeer dupliceren. Bijvoorbeeld mijn logo van Esri Belux. Dus we gaan dit eigenlijk eerst duplicaten. Een beetje groter zetten. Voilà. En dan ga je hier dus je image ook zien gekopieerd worden. En kunnen we onze oorspronkelijke image move to pending list. Dus dat wil zeggen dat we die eigenlijk ja, een beetje op de achtergrond of onzichtbaar gaan plaatsen, zeg maar. En dan kunnen we deze wel gaan aanpassen. Dus dan kun je die hier rust wat kleiner maken. Om eens te demonstreren hoe dat zou gebeuren, moest ik dat niet doen. Bijvoorbeeld, moest ik deze nu simpelweg hieronder plaatsen. Zo, en ik ga even terug naar mijn desktop view. Dat is nog geen spectaculaire verandering. Ik zal een ander voorbeeldje nemen. Dat staat allemaal een beetje op elkaar, dus niet zo handig. Bijvoorbeeld zo. Als ik dit bijvoorbeeld eens ga verkleinen naar 10. Zo. En dan naar mijn desktop ga. Voilà, dan zie je dat dit dus ook aangepast is. Dus dat is niet de bedoeling. Dus we moeten die eerst gaan dupliceren. Gelukkig hebben we een undo-button. Dus we gaan deze ook gaan duplicaten. De vorige gaan we gaan moven to pending list. De juiste te pakken krijgen. Voilà. Gaan we deze kleiner zetten. Oeps, dat is wel heel klein. Zoiets. Ons logo moet toch nog ook wel een beetje kleiner. Joep. Zo. Dan hebben we hier onze twee knopjes. Dus aangezien dat die nu veel te klein zijn voor de tekst, gaan we die gewoon wegdoen, die classic en optimized. En gaan we gewoon het logootje laten, allee, of het icoontje laten staan. En om die perfect even groot te krijgen, gaan we bijvoorbeeld zeggen 7 en 66. En ook deze dan 7 en 66. Zo. En dan kunnen we dus eigenlijk gemakkelijk gaan switchen aan de hand van de knopjes ook. Zo. Nu eens kijken hoe dat er momenteel uitziet op de gewone. Oei, ik heb de fout gemaakt inderdaad. Ik heb ze dus niet gedupliceerd. Voilà, dan zie je dus direct de gevolgen hiervan. Maar voor de rest is dat wel allemaal hetzelfde gebleven, omdat ik dus eigenlijk mijn image en tekst wel gedupliceerd had. Dus je ziet direct het gevaar van te vergeten dupliceren. Dus gelukkig heb ik een undo-button. Voilà. Dus eerst gaan dupliceren. Dat staat allemaal een beetje op elkaar. Ook dupliceren. Voilà. En dan kunnen we hier deze twee buttons move to pending list. Zo.
Als we dat nu hier gaan plaatsen. En die classic wegdoen en optimized wegdoen, dan zal dat wel in orde zijn. Voilà, dus hier staan mijn grote knoppen nog en hier zijn het kleine knopjes geworden. Goed, dan een mandarijn verschuift dat hier. Oep. Zo. Ja, en dan kun je verder nog een beetje verfijnen door die zaken hier dan eigenlijk te gaan verplaatsen in de hoekjes. Wat je bijvoorbeeld ook kan doen, is dan deze verticaal plaatsen. Dat is ook wel leuk. En iets naar boven. Zo. Deze kun je dan bijvoorbeeld ook op klikken en zeggen van mijn plaats tussen de knopjes moet wat minder zijn. Plaatsen we die hier van boven. Zo. Maar ik denk dat die deze nu ook wel. Ja, zie je dus. Ja, er is hier dus ook wel van alles gebeurd nu met mijn knopjes, omdat ik dat ook niet gedupliceerd had. Voilà, dus nogmaals opletten hiermee. We gaan die eens opslaan en publiceren. En dan gaan we eens kijken naar mijn afgewerkte app. Hier, zo. Dus naar mijn Classic. En als ik dit nu eigenlijk eens wil bekijken op de mobiele versie, dan kan ik opnieuw datzelfde trucje gaan toepassen. Door eigenlijk geduld te hebben en wachten totdat de kaart laat. Of ik kan hem bijvoorbeeld ook eens hier doen en launchen. Misschien dat dat wat sneller gaat gaan. Zo. En als ik nu rechter een muisknop. Ah ja, het was. Ja, maar je moet het niet in de kaart doen, je moet het op de toolbar doen. Dat was het ding. En dan inspect. Dat is eigenlijk ook een trucje om te bekijken hoe de app er zou uitzien op de mobiele versie. Dan kun je hier eigenlijk dit knopje gebruiken, toggle device toolbar. En kun je hier eigenlijk gaan switchen tussen devices. En dus eigenlijk gaan kiezen van hoe zou dit eruit gaan zien op mijn iPhone bijvoorbeeld. En kun je die gemakkelijk weer afzetten. Dus dat is nog een laatste trucje die ik meegeef. Zo. Dat was de demo. Ik hoop dat dat een beetje interessant was. Je dingen bijgeleerd hebben. Dan gaan we eens verder gaan in de presentatie. Dus we geven graag nog enkele interessante links mee om jullie zelf verder op weg te helpen. Maar eerst nog even de functionaliteitsmatrix tussen webappbuilder en experience builder in ArcGIS Online. Maxime, sorry voor het storen. Kan jij je dingetje naar beneden doen van je headset? Juist, ja. Ja. Ik had die voor de veiligheid naar boven gezet. Goed, sorry. Dus dat was eigenlijk de demo. Dus dan gaan we nu over naar, weer naar de functionaliteitsmatrix. Eerst nog even weergeven tussen webappbuilder en experience builder in ArcGIS Online. Dus ik stel voor dat je die even weer op het gemak achteraf bekijkt, indien je een specifieke widget zoekt. Maar we zien dus eigenlijk dat de meeste widgets al gemigreerd zijn of gepland zijn om te migreren. Om maar een voorbeeldje te geven, omdat dat een populaire widget was de geoprocessing, dus in de derde kolom op de derde plaats. Die staat dus gepland bijvoorbeeld voor november 23. En dan kun je ook de QR-code scannen als je direct naar die pagina wil gaan. We zien dezelfde functionaliteitsmatrix dan voor ArcGIS Enterprise en zie je eigenlijk welke versie dat die er al gekomen is of als die nog gepland is. Nu in de link zullen we onder andere ook deze Experience Builder over Experience Builder widgets gaan delen. Dat is eigenlijk een gemakkelijke wegwijzer als je zelf aan de slag wil gaan. En daar zie je eigenlijk per widget exact wat dat die precies doet. Ten slotte nog de roadmap voor de komende maanden met concrete releaseplannen. Ja, nogmaals, bekijk die gerust eens op je gemak achteraf. Iedereen heeft altijd specifieke persoonlijke voorkeuren, dus vandaar dat ik niet alles ga overlopen. En deze link wordt sowieso ook gedeeld, maar bevat zeer nuttige informatie om de migratie van WebApp Builder naar Experience Builder te helpen maken. Dus die zou ik zeker ook bekijken als je plant zelf aan de slag te gaan.
Dus op deze pagina vind je alle links terug met betrekking tot de workflows die zijn aangehaald. Deze worden dus ook allemaal achteraf gedeeld, dus je kunt deze op het gemak later gaan doornemen. En nog enkele nuttige sites of websites dat we hier delen. Dus de Learn ArcGIS training, dus de ISRI Academy eigenlijk, community voor eventuele problemen aan te kaarten of te gaan opzoeken. En de andere documentatie. Goed, dat brengt ons dan eigenlijk bij de vragenronde.